En ik zit te kijken naar uw caravan en ja. Ik denk, wat is dit? Jullie alweer kijken naar de tweede vlog van de Koperwiek Kapelle aan de IJssel voor de mensen die het vorige keer gemist hebben. Mijn naam is Janice Blok en we gaan vandaag weer hele nieuwe avonturen beleven. Want vandaag wordt er door het Isala Theater het evenement Smaak georganiseerd. Dit wordt gesponsord door de Koperwiek en hier is echt van alles te proeven en te doen. Er zijn optredens, er zijn kraampjes, dus ik heb er heel veel zin in. Let's go! Kun je plaatsnemen en dan kun je filmpjes afspelen en muziek. Nou ja, je kan een filmpje uitkiezen en in de dag drive-in gaan kijken. Dat gaan we doen. Ik ga nu instappen. Nou, zit hier denk ik voorlopig nog even goed. Voordat de mensen 's avonds slapen gaan, het uiltje. Uiltje zei hij, heb jij misschien een ster? The Caravan of Love. Wat gebeurt hier allemaal? Laat je muzikaal verrassen in The Caravan of Love. Door Tone Alone en Hans Schans. Maximaal 4 pk. Maximaal 4 pk. Oké. Okay. Dat slaat op het vermogen van mijn auto dan natuurlijk. Mag ik me laten verrassen door jullie? Hallo. Hi. U heeft een bekend gezicht. Oh ja? Ja, u heeft een bekend gezicht. Dat kan. Het is Kim Kardashian. Hallo. Wat je mag doen is hier een nummer uitkiezen of uit die andere lijsten. En achterop staat ook nog een hoop. En dan als je iets hebt gevonden aan de speler. Oh no, 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 no hiding 'cause it shows. It's just you and me against the world. Falling in love. Zo, ik neem jullie ook nog eventjes mee het winkelcentrum in. Want op 29 en 30 augustus is er ook een nieuw Xenos en Bazaar geopend. De Xenos en Bazaar zaten er al, maar het is een totaal nieuw winkel. Dus ik ga even een kijkje nemen. Naast de Xenos komt er dus ook een Laplace, die wordt nu steeds meer zichtbaar. En bij het Laplace wordt er ook een speeltuin gebouwd. Hier achter mij wordt door het speelgoedmerk Carrera ook races georganiseerd. Dus je kan hier racen en dan kan je wat winnen. Ik ga natuurlijk ook meedoen. Nou, ik heb iemand erbij gehaald. Kunt u mij vertellen wat hier achter gebeurt? Wij zijn de Carrera racebanen aan het promoten. Oké. Okay. Hier achter ons. Ja. En de kinderen die kunnen allemaal meedoen. Wie de snelste tijd neerzet, die kan een mooie prijs winnen die hier staan. Is het alleen voor kinderen of mag ik ook meedoen? Iedereen mag meedoen. Oh. De kinderen tot en met 12 jaar, die kunnen de prijs winnen. Oh jammer, dus ik kan niks winnen, maar ik mag wel meedoen. Je kan een ballon krijgen. Oh, dat vind ik leuk. Ja. Ballon. Ik ga voor de ballon. Oké, okay, daar gaan we. Wat moet ik doen? Gas geven. Gas geven. Met het knopje aan de voorkant kan je van baan verwisselen op die kruisingen die je hier ziet. Moet dat? Hoeft niet, mag wel. Als je wil inhalen bijvoorbeeld dan... Gassen. Alleen maar gassen. Ah! Ik heb gewonnen. Heb jij gewonnen? Ah, jammer. Nou, we zijn gewoon de boel aan het oplichten. Ik heb gewonnen, ik weet het zeker. Hij vloog super vaak uit de bocht. Oké, okay, jammer. Ik neem gewoon mijn verlies. En ik ga er vandoor met de ballon. Hartstikke bedankt. Is goed. Vond het superleuk. Ik heb succes. Dank je. Doei doei. Dankjewel.
Ik ben dus nu in de Big Bazaar en hier achter mij staat een hele lange rij. En er staat dus een doorzichtige kluis met een mevrouw erachter. Zij heeft sleutels in haar hand en als je een sleutel grijpt, doe je een gok en kan je misschien de kluis open krijgen met allemaal hele leuke toffe cadeautjes erin. Grappig om te zien, iedereen wil zo graag die goodie bag winnen die in die doorzichtige kluis zit. En ze proberen het allemaal één voor één en twee broertjes achter elkaar winnen gewoon. Dat is toch prachtig om te zien. Ik ga het ook proberen. Pak een sleutel. Oh, getsie. Verlies ik weer. Jammer. Dankjewel. Ik wil een bellenblaas uitkiezen. Oh ja, ik wil een bellenblaas. Nou, ik doe overal mee, maar ik ben alleen maar aan het verliezen. Een ballon bij de Carrera, bellenblaas bij de Big Bazaar. Hartstikke leuk natuurlijk, maar ik ga het aan iemand weggeven die het ook echt dik verdient. Wil jij misschien mijn ballon? Alsjeblieft. En deze bellenblaas ook? Alsjeblieft. Waar ik naartoe ga en wat ik ook het allerlekkerst vind is patat. Er is een nieuw filiaal geopend van de Bramladage, dus ik ga lekker een patat eten. Nou, dit is echt gek. Ik sta hier met Fanny van de Bramladage. Ik kom hier dus aangelopen en ze vraagt, wil jij ons niet misschien een patatje scheppen? Ik denk, dat gaan we doen. Ik krijg zelfs een schort aan. Nou, ik heb natuurlijk nog nooit patat geschept. Ik hou wel heel erg van patat, maar ik heb het zelf nog nooit gemaakt. Dus dit is leuk! Nou, de patat bij Bramladage wordt dus vers gemaakt. Dus eerst moet ik zo meteen de aardappelen vers gaan snijden met de hand. Daarna worden ze gebakken en gefrituurd. Dan gaan ze in de bak. Dan ga ik shaken en maak ik het allerlekkerste patatje wat je ooit van je leven hebt gegeten. Bij de Bramladage zit er alweer op. Ik voel me echt een teamlid van de Bram Crew. En wat ook nog wel leuk is om even te vertellen, 15 september is er een heel leuk evenement georganiseerd door Bramladage. Het is van 10 tot 4 en daar gaan kinderen eigenlijk leren hoe ze patat moeten maken, waar de aardappel vandaan komt. Ze gaan de aardappelen uit de grond halen tot en met het patat bakken. Wil je meer informatie, ga dan naar hun website. Nou, dankjewel. Dankjewel. Tot ziens. Doei. Ik zit er alweer op. Het was echt een gekke dag. Ik hoop dat ik jullie genoeg en veel leuke dingen heb kunnen laten zien van het evenement Smaak. Georganiseerd door het Isala Theater en gesponsord door de Koper Week. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Blijf onze Facebookpagina in de gaten houden. Mijn naam is Janice Blok en tot de volgende keer. Doei!